dus. Dylan Jelogisch. Dylan Jelogisch. Zo'n moeilijke naam. Wil lijsttrekker VVD worden. Dus dat nieuwe vrouwelijke project voor mij. Waarschijnlijk. Dus hey, hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag weer woensdag weer. De week is weer naar binnen gezaagd. Het is alweer woensdag, gaat alweer snel. Dus ja, vandaag even lekker gewerkt. Weer even in de onderdeel van de zonnepanelen eigenlijk. Dus weer even leuk werk. Dus ja, ga snel jongens, week gaat snel. Dus voor het weet morgen weer donderdag. En dan vrijdag, dan is het weekend. Weekend wat de 25 graden, maar ik wil toch in de stad in. Dit moet nog een en ander halen, dat is, blijft er elke keer bij. Dus, ja, nog 3 weken, dan kom ik weer met een Q&A. Even een Q&A. Ik ga het op donderdag even plaatsvinden. En woensdag neem ik het even op. Dus dan hoor je de voortijd nog even allemaal hoe het al zit en zo. Dus in de vakantie, dan, dan is mijn doen we naar de halling toe gaan. Maar als het dan regent, dan schuif ik het een week op. Ik zou er kijken. Misschien ga ik een voortijd even doen. Waarschijnlijk 10 of 11 augustus ga ik erheen. Kijk, dat duurt nog 3 à 4 weken. Ja, ik kan niet 3 à 4 weken vooruit zien. Ja, zijn wel van die 30 dagen zo eerst verwachtingen, maar daar klopt geen zak van. Dus dat is allemaal allemaal poep en nog wat. Ja, poep. Wat heb je nou ook eens, maar dat is allemaal bullshit, zoals ik het mag zeggen. Dat is allemaal, mag waarschijnlijk niet zeggen, maar het slaat er maar nergens op. Dat klopt allemaal geen meter van, dus in ieder geval. Dus dan ga ik even bekijken allemaal. Was ook de bedoeling dat ik even, dat ik even naar afsluitdag ga, maar dat is even afwachten. Dus, En volgend jaar dan moeten we vakantie in de BOVAC plannen. Dat is allemaal wat woorden hebben geweest op het werk. En kijk, het is zo, je kan geen mensen gaan verplichten om de PC 3 weken in de BOVAC te nemen. Ik vind het allemaal nergens op slaan, ja. Maar het kan ook zo zijn dat ik daar ook niet blijf. Want, bij maakwerk, want ik ga me niet dwingen laten om in augustus vrij te nemen. Kijk, want we gaan altijd boeken en zo. Vakanties, ja, in de BOVAC is minder keuzes. Dus ik, zo jammer zijn dat ik er weg moet. Maar ik vind de grootste flauwekul wat er bestaat eigenlijk. Kijk, hun hebben de keuze gemaakt om 2 weken dicht te zijn. Maar ja, dat slaat eigenlijk nergens op. Dan moet iedereen maar vrij nemen dan. Dus dat vind ik allemaal niks. Dus, Dylan Jelogisch. Dylan Jelogisch. Zo'n moeilijke naam. Wil lijsttrekker VVD worden. Dus dat nieuwe vrouwelijke premier. Waarschijnlijk. Dus nieuwe vrouwelijke premier. Dylan. Ik zet de voornaam maar even in de achternaam. Zo moeilijk uit te spreken. Dus, als het ook als het ook beter wordt, ik weet het niet. Dus Rutte is ook opgestapt. Hè? Dus, Nes mij heeft wel. Ja, ik moet zeggen, die Rutte zo, ga zelf maar in zijn schoenen staan. Dus dan piep je wel anders. Maar hij heeft ook fouten gemaakt. Maar wie kan het beter doen? Ik denk als hup. Dylan Hupplepup. Ik weet niet wat zij ervan maakt. Waarschijnlijk wordt het ook niks. Maar als het beter is dan Dylan, dan Rutte, dat weet ik dus niet. Dus, ik krijg nog steeds in de comments en in de reacties ruim je spullen op in het huis. Ik snap niet wat jullie daar wel wakker van liggen of zo, maar kijk, in het hoekje daar, dat is was mijn gedenkhoekje van mijn moeder daar, hè, dat daar. Dus daar kan jullie, kijk, dat is het gedenkhoekje van mijn moeder, daar kan jullie niet over zitten te zeiken eigenlijk. Dus, jullie maken er zorgen om. Nou, ik denk het als niet, maar fijn. Dus, maar houd daar alsjeblieft mee op, jongens. Ik maak het huis elke weekend schoon en zo. Dus daar kan ik jullie niet over oordelen. Niet over zeiken. Dat vind ik een beetje vreemd allemaal, waarom jullie dat zeggen. Dus, en dat komt lekker in mijn case van de week online.
probeer ook weer even een koopblad weer te maken binnenkort weer. Dus gaat ze zeker in, goed komen. En voor de rest, ja, dat is nog 2 weken vrij. Ja, daar zijn we nog, nog niet over uit, het werk. Want, ja, we willen eigenlijk ook nog wel vakantie zo, maar ja. Met de bouwvak is alles wat duurder en ook minder keuzes. Maar ja, als mensen gaan dwingen om in de week, 3 weken in augustus te nemen, ja, ik vind het een beetje. Ja, ik wil toch eens een keer over praten met de personeelszaken erover. Hoe ze daar allemaal bij komen. En, ja, dus het is afwachten hoe dat allemaal gaat lopen volgend jaar. Kijk, ik heb ook gezin om 3 weken thuis te zitten. Ja. Sneek, ik had van mij niet te hoeven, want vorig jaar heb ik ook niet met Sneek gehad. Ja, zeker al ik sta van ja, neem met Sneekweek vrij. Ja, het boeit me ook dan niet. Ja, het is leuk om dat even te filmen, maar ik ga echt niet de hele week de kroeg in om te suipen. Dat doe ik niet. Ik kom nooit in de kroeg. Ik ga 4 augustus alleen even kijken daar, want ja, dan moet ik de hele dag werken. Dus, het is elke jaar hetzelfde met die float zo en zo. Dus maar ja, misschien dat ik eens een keer naar de stad aan het gaan, maar moet ik even kijken. Maar ik wil, ja, wat ik wel erg leuk vind, dat ik een fietstocht ga maken. Dus mijn plan is om 10 naar 11 augustus even met de fiets naar Hallingen toe te gaan. Lijkt me een leuk idee, want het is x aantal jaren terug dat ik daar geweest ben op fiets. Ja, ik kan niet exact daar. Er staan mijn vlogs op mijn kanaal, dat ik in Hallingen ben met de fiets. Enfin, het hangt er vanaf. Ik hoop het wel even, maar ja, ik kan niet 3-4 weken vooruit zien hoe het weer is eigenlijk. Hè? Dus, maar ja, als het dan regent, dan ga ik het week uitstellen. Dus, maar het gaat zeker wel goed komen. En voor de rest nog een toetjesreview. Ik ga nog eens een keer een toetjesreview maken. En de verschillende winkels weer een toetje weghalen. Nou, ik kom eigenlijk alleen maar bij de Jumbo of zo. En af en toe ja, bij de Puis. En avond heen kom ik. Met Lidl kom ik niet. Dus het is allemaal toch gelijke duur. Dus zo wel duur. Dus dat maakt niet zoveel uit eigenlijk. Dus, maar fijn. Dus kijk nieuws. Kijk wat het nieuws is. Ja, Oekraïne, ja, die komt niet bij de NAVO. Ze zijn een beetje pissig om geweest. Nou ja, als jullie het snappen, ik snap het wel. Want ja, stel, ze gaan nu bij de NAVO, dan zijn wij verplicht om mee te helpen. Nou ja, daar hebben we allemaal geen zin in. Om dan derde wereldoorlog uit te lokken. Dus dat gaat waarschijnlijk na de oorlog, ja, wanneer dit gebeurt, dus weet ik niet. Maar dus na de oorlog kunnen we bij de NAVO komen, maar het is nu eigenlijk een groot risico dat ze nu bij de NAVO komen, want ja, dan krijgen we waarschijnlijk een derde wereldoorlog en daar staan we niet op te wachten, jongens. Dus dat staan we niet op te wachten. Oh ja, ik wil jullie vertellen dat deze de video's en vlogs voortaan in 1080p, dat was al zo, maar het is nu 60 frames per seconde. Dus dat is een beter mooi beeld. Dus dat enter ik het ook in. Ja, je hebt ook 50 frames per seconde, maar die staat niet in mijn camera. Dus dat is wel even leuk. Dan wil ik met de drone ook even proberen. Daar kan ik ook even, volgens mij tot 60 frames per seconde lopen. Maar ik ga ook even kijken. Dus het gaat zeker goed komen. En vrijdag kom ik even weer met een buitenvlog. Wil ik nog even bij de Tinga Parkje. Dan wil ik toch even proberen om met de drone even op hoogte te komen. Doen. En volgende week ga ik even naar het Wilhelminapark weer even. Ik heb een tijdje niet meer geweest. Ja, de drone wou daar niet op stijgen. Omdat dan kreeg ik een bericht dat de verbinding niet goed was. Dus, maar dat kan ik natuurlijk altijd wel even proberen. Dus dat gaat zeker goed komen. Ik ga deze vlog dus sluiten. Als jullie mij in ieder geval
vrijdag weer terug met een nieuwe vlog. Dan ben ik weer met een nieuwe vlog vrijdag. Zeggen we een beloond dat mogen. Abonneer op mijn kanaal voor leuke video's. Volg me op Insta en Facebook. En ik zie jullie vrijdag weer terug met een nieuwe vlog van mij. Tot dan!